Je zou denken dat dit een rij is van bezoekers, maar dit is alleen maar de rij van de pers om naar binnen te gaan voor een special persintroductie. En dit is de preview voor de pers. Duizenden journalisten alleen maar bezig om uit te vinden van what's new. 3 uur lang evenement. Memory wordt steeds belangrijker en Scandisk ziet een toekomst zonder bewegende delen. We zien hier een harde schijf van 64 gigabyte zonder bewegende delen. Het materiaal wat erin zit weegt helemaal niets. Kost nu nog een hele hoop geld, maar de prijzen gaan snel naar beneden. Ik ben hier bij Wowie en Wowie maakt robots. Robots in allerlei apparaten zoals dieren. Maar eigenlijk het leukste wat ik hier zag was de webcam. Deze webcam die is op wielen. En die kun je met je pc, met je mobiele telefoon, overal ter wereld kun je die bedienen. Kun je door je huis laten gaan, kun je door allerlei evenementen laten gaan. En dat ding dat filmt geluid en beeld en stuurt het overal door. Kostte $299. Komt uit deze zomer. Dus hier zien we Wowie weer. Het ding zit in de base station. Hij kan automatisch teruggaan. En de head kan omhoog en omlaag gaan. Dan kun je op afstand bedienen. Hij kan naar bekende plekken toe gaan. En hier zien we de user interface. Je ziet precies waar je bent. En hij kan overal in het huis plekken herkennen. Een hartstikke handige toy voor $299. En hier zie je hem in beweging. Heerlijk om gewoon overal onder elke rok te gaan. En dit kun je dus gewoon op je mobiele telefoon, waar je ook bent, kun je dit doen. Oké, een aardig voorbeeldje. Een FM-radio met een flashlight. Hij wordt door zonnecellen gevoed. Of door een crank. Dus echt gewoon met de green energy wave moet alles zonne-energie of op handkracht een klein FM-radiootje. $30, dus €20 in de winkel. Hier zie je een Amerikaan die helemaal uit zijn dak gaat van zijn eigen product. Phonecasting. Wat je kunt doen als je een podcast hebt, kun je heel makkelijk je eigen podcast aan een nummer koppelen. En kunnen mensen gewoon bellen naar een nummer en luisteren naar de laatste aflevering van je podcast en daar doorheen te gaan. En dat alles voor niets. En als je wat verkoopt, dan betaal je een percentage. Phonecasting.com. Wireless USB is eigenlijk gewoon USB zonder kabeltjes. En hier zien we een voorbeeld van een laptop met wireless USB, een printer en een fotocamera. Neem even een foto van mij. Er wordt een foto genomen. Het wordt meteen draadloos overgezonden naar de pc en het wordt ook meteen uitgeprint. Over 3 jaar heeft u geen kabeltjes meer, maar hebben we alleen nog maar draadloos USB. It's okay, you can stop. You can stop. Ook met mobiele telefoons is er een hoop aan de hand en vooral eigenlijk de komst van Google. Tezamen met Linux komen ze met een nieuw operating systeem. En we zien hier een paar voorbeelden met toetsenbord, zonder toetsenbord en met het nieuwe Google Android. Er zijn nu allemaal nog een beetje testmodellen, maar vanaf volgend jaar komt Google naar de mobiele desktop met een eigen operating systeem. De Squeezebox van Logitech is een mooie manier om je muziek overal in het huis te gebruiken. Je hebt een mooie remote control met een kleurenscherm, waar je al je muziek die op je pc zit kunt uitzoeken en via je hi-fi stereo installatie draadloos kunt afspelen. Dus al je muziek overal in het huis met een afstandsbediening. Voor $400. En security hebben we ook nodig. Wat we hier hebben is de Gatekeeper Pico. Je stopt dit in je USB poort. En vanaf dat ogenblik gaat al je internetverkeer via deze poort. Hier zit een Linux PC in. Die al het internetverkeer analyseert. Alle virussen eruit haalt. Alle malware eruit haalt. Alle phishing expeditions eruit haalt. Een security computer. $99 met een subscription voor 3 jaar. Aardig product uit Israël. En ook weer hier gevonden op de show.